Radio 4. KRO NCRV, de ochtend van 4 met Margriet Vromans. Zeg Francis, ik vraag jou altijd het hemd van je lijf op de radio. Maar nou ben ik zomaar meegegaan naar je huiskamer hier in het theater en ik heb toch een paar leuke vragen voor je. Eigenlijk wou ik beginnen met mijn eigen vraag aan jou. Hoe ben jij nou zo geworden dat je én kan zingen en toneel spelen en ook zoveel verhalen kan vertellen? Waar komt dat vandaan? Zit het in je familie? Zaten we dan in de kleine zaal, toen belde Rijswijk op, jullie moeten naar de middenzaal. Oh, wat betekent dat? Ja, er willen meer mensen komen. Ik zeg, wat hoest mogelijk? Nou, en nu zitten we ineens in de grote zaal. Dus ik ben heel blij dat u er allemaal bent. En ik heb een paar huishoudelijke mededelingen. U mag hoesten, u mag rochelen, u mag lachen, u mag janken. Want u bent bij mij in mijn eigen huiskamer. En ik kan dus geen 300 mensen bij mij thuis ontvangen, daar heeft Jacques ook helemaal geen zin in. Dus daarom kom ik naar het theater. Maar u doet net of u bij mij thuis bent. Er wordt straks ook verwacht dat u mee gaat zingen en dat soort dergelijke dingen. Maar ik leid u door mijn eigen voorstelling heen en ik heb dan Margriet weer meegenomen in mijn computer, want die helpt mij dan weer door mijn voorstelling heen. En zij stelde mij de vraag, hoe ben je nou zo geworden dat je zo bent? Dat je en mooi kan zingen en verhalen vertellen en zo leuk kan acteren. Nou, dan moet ik beginnen bij mijn overgrootvader. Die ziet u hier hangen, het eerste fotootje. En dat is mijn overgrootvader Diemel, geboren te Leiden. Hij was timmerman en handelsreiziger en hij zong als hobby. En hij scheen zo'n prachtige tenorstem te hebben dat hij altijd werd opgehaald met koetsen om overal in de regio Leiden
Dus Warmond, Oegstgeest, de Den Haag, noem het allemaal maar op. Om bij Row en Trouw het Ave Maria van Schubert te komen zingen. En mijn opa Diemel kreeg 4 kinderen. En eentje daarvan is mijn oma Marietje. Daar heb je dat. Marietje Diemel. Het wordt een hele middag vol genealogie en heraldiek. Daar houden wij van thuis. Want nou komt mijn opa, want Marietje trouwde met Rinus van Broekhuizen. En dan zie je ook gelijk ons familiewapen. Daar is het. En daar zijn we heel trots op. We zijn helaas niet van adel. Er zijn meer soorten van Broekhuizen. Maar u kunt het landgoed wel kennen van het programma Heel Holland Bakt. Want de Witte Baktent staat op het landgoed van Broekhuizen. Ja, wist u dat? Nee. Nee, ik wist het ook niet. Maar... God, wat leuk. Nou, dit is mijn opa. En u ziet dat hij, dat is een typische van Broekhuizen, trekt de lange bovenlip. En die heb ik ook. En mijn vader, die nou weer daar op de rij zit, die heeft dat ook. Een hele grote snor op. En die snor heb ik ook, maar die moet ik elke dag wegzetten. Ja, dat is heel jammer. Opa en oma kregen ook weer 4 kinderen. Joop, Riet, Rinus. En de 4e is mijn vader, de jongste. En daar heb ik de leukste foto van meegenomen. En dat is Robbie, daar komt hij. Ah. Ja, wat is die leuk daar, hè? Nog ook een beetje blond en zo. En mijn vader werd geboren in de Columbusstraat in Den Haag. En uit een katholiek gezin komt hij. En zo werd hij misdienaartje in de Heilige Agneskerk aan de Beeklaan. En daar zat zijn vader op het zangkoor, Jubilate Theo. En toen mijn vader ook wat groter werd en ook wilde gaan zingen, mocht hij lid worden van het koor. En bij de repetitie kwam hij op de koorzolder bij het orgel en daar hing een leus aan het orgel. Namelijk, bij twijfel hard zingen. Ja. En dat heeft mijn vader zijn hele leven onthouden. Mijn vader werd lid van het koor en die werd gelijk bij de tenoren neergezet. Want je hebt altijd tekorten bij koren aan tenoren. En ze dachten, nou zo'n jonge vent, die kan wel de lucht in, ga daar maar zitten. En mijn vader kwam elke week thuis met keel en hoofdpijn. En hij denkt, dat kan toch niet goed wezen. Misschien moet ik zangles nemen. En dat heeft hij gedaan bij een hele gerenommeerde zangpedagoog uit Den Haag. Haar naam was Joms Izin. Ze heette eigenlijk Josephientje, maar dat was haar artiestennaam. Ik heet bijvoorbeeld, ik heb ook een artiestennaam in Italië. Daar heet ik Francesca Pantaloni della Casa. Ja, dat is heel mooi. Goed, mijn vader had dus les met Joms Izin. En hij bleek in plaats van tenor bas bariton te zijn. Nou, dat is een heel verschil. En Jobs, die was naast zangpedagoog ook president van haar eigen opgerichte vereniging, de Vrienden der Zangkunst. Ook wel Vrienden der Drankkunst genoemd, omdat ze erg van borreltjes hielden na afloop van de zangavonden. En mijn vader mocht daar lid van worden. En hij zei, doen we nog dat ene liedje of gaan we gelijk? Ja, dat mag wel nog, hè? Ja, want we hebben steeds een programma vooral, want ik weet bij God niet meer wat ik allemaal doe. Maar een van de eerste liederen die mijn vader daar mocht zingen toen hij les had en om mocht treden bij die Vrienden der Zangkunst, is het hele mooie volkslied Da unten im Tale van Johannes Brahms. Thank you.
En Jobs Easing was een oudere, chique dame met opgetoefd blond haar en gouden open muiltjes aan haar voeten. En eens in de maand deed zij in de doosjes in de kerk achter het Noordeinde, deden ze een open podium organiseren waarop allemaal leerlingen van haar, nou die mocht dan zingen. Weet je wel, je had studenten, leerlingen die heel goed waren, daar viel mijn vader onder. En je had ook leerlingen die wat minder goed waren, dat bijvoorbeeld bij een hoge noot onze pianist zei het water kookt. Weet je wel, zo klonk het dan. Nou, dus dat waren allemaal oprechte amateurs en die mochten dan allemaal zingen. En dan mochten ze een kwartier zingen de gestudeerde dingen van de afgelopen tijd. En dan vereiste Jobs ook dat de dames in het lang kwamen, dus hoe ik er een beetje bij loop, en de heren in rockkostuum of smoking. En mijn vader moest dus een smoking aanschaffen en dat deed hij. En met de bordeauxrode cummerband en de bordeauxrode strik en dan was het net James Bond. Ja, zo knap zag hij eruit. En dan had hij, ja, die. Ja. En dan had hij in de auto bandjes met de liederen die hij moest studeren, want dan kon hij steeds meezingen met de tekst. En zo leerde hij de teksten uit zijn hoofd. En dan was de avond daar. En dan mochten wij ook mee. Mijn moeder, mijn oudste broer en ik. Want Tim was nog niet geboren. Ik was 5. En dan was dat een avond lang vol Schubert, Strauss, Mozart, Massenet, noem het maar op. Dus dat is voor een 5-jarige best een opgave. Dus ik mocht van mijn moeder mijn punnikpottenstoel mee. En dan kon ik lekker de hele avond punniken. Mijn moeder zat dan beneden met falingen bij mevrouw Doef in de kantine, want ze had helemaal de gilzenuwen voordat ze papa moest zingen. En dan zat ik maar te punniken. Ik heb hele draden zitten punniken. En ik weet tot op de dag van vandaag niet wat je met zo'n draad aan zou moeten. Weet u het? Nee, heel gek. Nou, dan was het moment daar dat Rob mocht zingen en dan werd mama naar boven geroepen. Maar Jel, kom, hij gaat nou beginnen. En dan stond mijn vader, net zoals ik nu, in de buik van de vleugel. En hij zong een kwartier lang, als James Bond, de meest mooie liederen. En dan eindigde hij altijd met een liefdeslied aan mijn moeder, geschreven door Robert Schumann. Het lied Wietmoe.
nu alles aan elkaar bij Margriet Vromans. En dit is het lied van Robert Schumann voor zijn geliefde Clara Wieck. Voor de bruiloft die hij met haar had. En dat had heel veel voeten in aarde gehad. Want de vader van Clara had helemaal geen zin in die Robert Schumann gehad. Dus die heeft nooit toestemming gegeven voor dat huwelijk. En toen hebben die Robert en die Clara zijn een rechtszaak begonnen tegen haar vader. En dat hebben ze gewonnen. Want zij was minderjarig. En toen zijn ze getrouwd op de dag voor haar verjaardag dat ze meerderjarig zou worden. Gewoon om die vader te zien. Ja. En toen dacht Robert Schumann, nou ik pluk geen bruidsboeket voor haar. Nee, ik componeer er een. En dat is de cyclus Merten geworden. Het eerste lied wat u net hoorde is ook het eerste lied uit die cyclus. En u hoorde misschien iets bekends aan het eind. Hoorde u iets bekends aan het eind? Nou, zeg het eens. Ja. Ave Maria, hè? Schubert. Ja, want er zit een lijn in deze voorstelling. Ik heb er echt over nagedacht. Meestal denken de mensen dat ik van alles verzin, hè, als ik verhalen vertel, dat ik dat allemaal thuis zit te bedenken. Maar het is allemaal echt waar wat ik vertel vanmiddag. En om bewijs te laten zien, heb ik mijn vader op beeld. Dat hij dus les krijgt van die Jobs Easing, want daar ga ik zo even wat meer over vertellen. Hier ziet u hem zingen in de huiskamer waar ze nog steeds wonen. Er zijn alleen meer boeken bijgekomen en heel veel meer wol van mijn moeder Breit voor de vluchtelingenhaag. Maar u ziet hem hier in de jaren 80 nog jong en fris en dan hoor je gelijk dat ik mijn stem van hem heb georven. En blokjes kaas over verschillende onderwerpen zoals daar zijn politiek, Richard Wagner en de predestinatie. Ja. Want Jobs was dus helemaal van de predestinatie. Ik weet niet of u weet wat dat betekent, maar alles is dan voorgeschreven. U begrijpt schijnbaar waar ik het is. Ja. Ben u er ook van? Oh, nou Jobs wel. Die zei altijd, wij hebben zelf geen eigen wil. Alles is geregeld door het hogere. En zo kon zij makkelijk vreemd gaan met allemaal getrouwde mannen. Dat ook bijvoorbeeld een vrouw die dus achtergelaten was door die man en die dus een affaire had met Jobs, die belde dan Jobs op huilend van laat mijn man toch terugkomen naar mij. Oh, maar kind, ik doe helemaal niets. Ik ontvang alleen. En zo zaten de ouders met Jobs te discussiëren tot 3 uur 's nachts en dan ging ze bezopen naar huis met de taxi. En dan de volgende ochtend na 12 uur, want een zangeres bel je niet voor 12 uur, belde zij terug en dan zei ze tegen Marielle, die alweer met Valium in bed had gelegen, wat een heerlijke avond, kind.
Mijn moeder vond het altijd fijn als wij iets deden, dat we het ook voordeden aan de visite. Of het nou vioolspelen was, ballet, piano, of als ik net had leren lezen. Ik was 6 jaar en ik had een boekje leren lezen op school en dat heette Vuur in het Bos. En mijn moeder zei, laat even aan mevrouw Ising horen hoe goed je al hebt leren lezen vandaag. En ik ging staan voor mevrouw Ising. Zij keek mij met priemende ogen. Ja. En ik las voor. Vuur in het bos. Kabouter Pim loopt door het bos. Hij ziet vuur. Oh, oh, oh. Kind, dat staat er helemaal niet. En Toeps rukte dat boek uit mijn handen en zei, ik zal je even voordoen hoe je dat zou kunnen voorlezen. Vuur in het bos. Kabouter Pim loopt door het bos. Hij ziet vuur. Oh, oh, oh. En zo leerde ik van Tops dat voordragen iets anders betekende dan voorlezen. 10 jaar later, toen ik 15 was en ik, terwijl mijn ouders boodschappen deden, ik met Christina Deutenkom op de plaat Aria van de Koningin van de Nacht had ingestudeerd. En ik op donderdagavond, terwijl Jobs er weer was en de zangles gaande was en onze pianist er ook was, Paul de Jong, vroeg, mag ik even wat voorzingen? En ik de aria foutloos zong, dat was de eerste keer dat ik Jobs met haar bek open heb zien zingen. Maar na 2 minuten herpakte zij zich en zei ze, als je mijn nood vergeet, dat je alles van mij hebt geleerd. En zo mocht ik ook lid worden van de vereniging Vrienden der Zangkunst. Ik mocht die aria een tijd lang niet meer zingen, want dat was te zwaar voor de jonge stem. Nee, ik moest ook beginnen met mooie Engelse volksliederen, zoals The Sally Gardens. Thank you.
allemaal van die droevige muziek. En dan moet ik altijd aan mijn opa denken, opa Rinus. Want die had ook een heel droevig, zwaar leven gehad. Ja, hij is geboren in 1915, was geboren in 1915. En toen hij 2 jaar oud was, gingen zijn ouders scheiden. En dat was in die tijd heel gek. Dat deed je niet. En wat deden die ouders? Die douwden hun 4 kinderen, 3 zusjes en 1 zoon gewoon in een weeshuis. De meisjes bij de meisjes en opa alleen naar Groenesteijn op de Loosduinse weg. En Groenesteijn is een begrip. Wie vindt het hier allemaal? Ja, hier. En mijn opa vertelde daar altijd van die Oliver Twist-achtige verhalen over. Vies vreten, met je kop in de wc geduwd worden door medeleerlingen. Grijze muren, lange dagen, grijs, mistig en koud. En toen hij 18 was, hij heeft daar van zijn 2e tot zijn 18e eenzaam gezeten. Toen moest hij op kantoor komen. En de broeder zei, zie hier uw moeder. Daar zat een hele vreemde vrouw voor mijn opa. En mijn opa zag die vreemde vrouw en zei, dag mevrouw. En die moeder was teruggekomen, want opa kon geld voor haar gaan verdienen. Ja, een beetje een vuil wijf dus. Ja. Zit schijnbaar ook in onze familie. Ja. Nou, mijn opa is een self-made man geworden. Toen hij 21 was, dacht hij, ik ga naar een dansfeest. En daar ontmoette hij mijn oma. Er was een tombola en je kon allerlei prijzen winnen en ze hadden iets afgesproken. Ze kwamen met aan de praat, want mijn oma won een taart en mijn opa een bos bloemen. En zij vond die bloemen heel mooi en hij zat een beetje op die taart te hijgen. En zo zijn ze gaan ruilen met elkaar en kwamen ze aan de praat. En mijn oma was 9 jaar ouder. En die had ook een beetje moeite met huidaandoeningen. Die liep bij dokter De Hoog. Die leefde echt, die man. Ja, die bestaat echt van de zalfjes. En mijn oma die liep bij die man. En die zou overblijven. Want met zo'n huidaandoening krijg je dan wel verkering. Weet je wel zo. Er zat wel een zaak als naaiste coupeuse met 30 meisjes onder zich. Maar goed, mijn opa mocht haar naar huis brengen. En mijn opa kwam voor het eerst in een heel warm gezin met gebakken eieren en een vader die lekker in muziekboeken zat te lezen. Want dat was die man van die koetsen met die Ave Maria's en zo. En mijn opa ging daar zijn vreselijke zielige verhaal zitten vertellen. En toen heeft mijn overgrootmoeder gezegd tegen mijn oma, als je deze jongen wil vasthouden, als je wilt trouwen en je wilt dat hij nooit meer bij je weggaat, dan moet je hem in alles toegeven. En dat heeft ze gedaan. Ze zijn getrouwd en mijn oma gaf mijn opa en alles door. Mijn opa die vanuit die nare jeugd zichzelf de rest van zijn leven alles ging overschatten, daar gaf zij dan ook altijd bevestiging van. Dus als je tegen mijn opa zei, opa, zullen we een potje schaken? Dan zei mijn opa bijvoorbeeld altijd, nee, dat doe ik niet met jou, want dan win ik toch. En dan zei oma, ja, hij kent heel goed schaken. Opa, u heeft toch toneel gespeeld? Ja, ik heb amateur toneel gedaan en ik heb soms zo prachtig toneel gespeeld dat ik nog wel een uur na de voorstelling heb leggen jenken in de kleedkamer om mijn eigen spel. En dan zei mijn oma, ja, Rien kon prachtig toneel spelen. Rie, hoe vond je me vanochtend in de kerk in de mis van Parozi? Schitterend was ik, hè? Ja, Rienes, je zong heel mooi. Maar ik heb ook wel eens gezongen in een koor, zei oma dan. En dan zeiden wij, opa, hou nou eens even je mond. Wat heb u dan gedaan, oma? Ja, ik heb eens gezongen in een echt operakoor. In de opera de Cavalleria Rustica. Opzoek op Spotify. Het heet
Villa Rustica. Nou, het duurt maar een uur. Het is lekker een kort stuk. Torridu legt dood aan het eind. Het is de eerste opera waarin we de maffia aan het werk zien. En ik wil graag voor u zingen en als ode aan mijn oma de grote aria Voi lo sapete o mamma. Meestal denken de mensen dan dat ik dit ga zingen. Ik heb een geheim. En ik ben ongetrouwd en ik moet trouwen met Torridu, want anders ben ik verdoemd. Want in 1875 ongehuwd zwanger is een schandaal. Nou, en dan uiteindelijk loopt het ook helemaal de soep in, want de Don Corleone in Sicilië, het speelt zich af op Sicilië, die steekt die Torridu overhoop omdat zijn vrouw weer met die volgen naar zoeken naar op Wikipedia. Ik zing het omdat mijn oma erin heb gezongen en ik zing het ook dat je even hoort hoe hoog en hard ik kan zonder microfoon. Dat is I'm
gekeken. Ja. En u zit het ook, zie je, Yvonne, hier zitten, maar u zit net in de spuugrace. Oh. Ja, sorry hoor, als je iets opvangt, neem het me niet kwalijk. Ja, dit was een dramatische aria, had je het in de gaten? Ja, ik ben namelijk een dramatische sopraan, dat is mijn stemvak. Ik ben zelf heel vrolijk van gemoed, maar ik zing alleen maar over narigheid. Daar komt het in wezen op neer. En als ik het over opera heb, ja, dan moet ik even weer denken aan de tijd dat mijn vader lid was van die vereniging. Want ze deden niet alleen liederen ten gehoor brengen. Nee, zo nu en dan wilde Jobs ook diligentia afhuren. En dan vroeg ze aan al die leerlingen 200 gulden. En dan huurde ze voor één avond diligentia af en dan ging zij een spektakel coupé regisseren. En dat betekent een opgeknipt spektakelstuk. Dus allemaal aria's, duetten, tercetten, kwartetten, sextetten uit verschillende opera's op één avond. Want het lag ook aan welke leerling je had, welke stemvakken en wie met wie dan duetten ging doen en tercetten en zo. En dat werd dan allemaal geregisseerd en gerepeteerd bij mijn ouders thuis in de huiskamer. Mijn vader zong Guglielmo in de Così van Tutte. Hij zong ook Plumkut in de Marta van Floto. Die heet Plumkut, Plumkut. Ja. En hij zong Escavigo, de sterrenvechter uit de opera Carmen. Die vent met die roze sokken, weet je wel. Ja. En dan werden er ook nog kostuums en decors gemaakt voor de gelegenheid door Olga Abeleva met Mule van Elk. Zij was wel van adel en heel handig met naald en draad. En zong en passant ook nog een TBC-leider, de Violetta, op de chaise longue. Terwijl ze dan al die kostuums nog nakeken. En dan hadden ze 7 maanden gerepeteerd bij ons in de huiskamer. Mijn moeder de hele dag in de weer met koekjes en koffie en toestanden. En dan mijn vader moest dan een messengevecht doen met Don José. En dat was dan allemaal zo, hè? Maar dan moesten ze naar diligentia. En dan zat Jobs waar u zit te regisseren. En dan, ja, dan bleven ze op die vierkante centimeter natuurlijk vechten. En dan hoorden ze ineens uit die verte: gebruik nou toch eens dat hele toneel! Want je hebt veel meer, hè? Je kan hier, je kan gewoon hier al beginnen met het mes. En dan was mijn vader was meer een liedzanger. En die had niet zo dat gevoel dat als je op het toneel was, dat je dan eigenlijk misschien iets, dat je dan in beeld bent. Dus mijn vader kwam gewoon zo binnen, weet je wel. Waarom staan we? Waarom je leven? Je loopt als een varken! Hé, wat? Je loopt als een varken, hoorde mijn vader dan uit de zaal roepen. God, heb ik daar 200 gulden voor moeten neerleggen om uitgescholden te worden? Ik doe dat ook voor mijn plezier, hoor! En dan zijn Jobs uit de verte een beetje... Rob, ik heb het toch niet tegen jou? Ik heb het tegen Escamillo. Oh. En zo leerde mijn vader dat hij zijn karakter moest scheiden van zijn eigen persoonlijkheid. Nou was hij niet de enige die natuurlijk Carmen zong, want hij zong een duet, Oui, je t'aime, met de Carmen van dienst. En die stelde zich altijd als volgt voor, die vol. Nel de boer lesbisch. En mijn moeder zei dan, je kan zeker ook goed klaar voor jassen. Nogal vlot. Nel de Boer was zo'n typische lesbienne uit de jaren 80. Dus de tuinbroek met het geruite hemd en het korte opgeschoren haar. En die kwam ook zo binnen. Carlotta. Ja, Carlotta, we gaan zingen nou met Rob. Ja, ik zie het niet zo zitten met Rob. Maar hoe moet ik dat nou doen? Want ik ben niet zo met, ja, het is toch een man, hè? Ja, en als ze waaier in de handen. Dan stond ze dan zo mee te wapperen. En dan zei mijn moeder, Nel, Carmen is toch heel sensueel en koket. Je moet, ik doe het wel even voor. Oh. Ja. Ja, maar Mariel, ik weet niet hoe ik dat met Rob. Ja, hij is hier wel in een mooie jurk. Dan kreeg ze een polkant tot jurk aan. Een rode bloem in de haar. En een paar castagneten in de handen. En dan maar kijk hoe het ging. Nou, dan kwamen papa en Nel samen weer zo rommelig op. En dan ging het weer staan. En dan begon de muziek. En dan vergat je alles om je heen, want ze zongen zo prachtig, allebei. En Nel had een stem om nooit te vergeten. Dus ik wil nu eigenlijk een aria zingen. Ik heb mijn vader vandaag in de zaal, maar duet ken ik eigenlijk niet goed qua. De volgende keer
Wij gaan een aria zingen die Nel op zeker heeft gezongen. Uit de opera Werther van Jules Massenet. Dan hoor je ook dat ik Frans ken. En dat is een heel zielig stuk ook. Het is gebaseerd op het boek Die Leiden des jungen Werthers, geschreven door Johann Wolfgang von Goethe. Een hele golf van zelfwoorden kwamen daar halen. Alsof hij van jonger bleek Stellenpoort. En Goethe was een fantastische dichter. En dat vond hij zelf ook. Want onder elk gedicht schreef hij: goed, hè? Het is een beetje een flauwe bot, maar hij valt steeds leuk. Charlotte, die staat te janken, want ik heb een brief gelezen van die Werther. De zus komt binnen, de zus schrikt. En Charlotte zegt: ik huil, zodat mijn hart niet te zwaar wordt, opdat die dan ook niet breekt. Even met andere familie uit de doeken doen. Want dat komt meer van de familie van Stekelenburg af. Maar wij moesten wel vreselijk om opa altijd lachen, zonder dat hij het zelf in de gaten had. En even nog, want we gaan zo naar de pauze, maar even nog een verhaal over zijn toneelcarrière. Want hij vertelde altijd dat hij prachtig dus had toneel gespeeld. Maar ja, wij wisten dat niet, want we hadden dat nooit gezien. Nou had hij wel één recensie die zijn verhalen onderbouwde. Mijn opa speelde namelijk altijd in melodrama's. Want hij zei bijvoorbeeld ook dingen als: comedie spelen, dat kent iedereen. Tragedie, dat is pas moeilijk en daar ben ik heel goed in. En hij speelde dus in stukken met titels als Het Gouden Recht of De Man die Sint Nicolaas zag.
stukken met ook moord en doodslag aan het eind. En moedermoord en broedermoord en noem het maar op. En op een avond moest mijn opa ook neergeschoten worden met een pistool met een losse vlodder. En dan zal je net zien, dan hapert zo'n pistool op een avond. Kan je je voorstellen? Dus die tegenspeler die dacht op dat moment, de show must go on. En die heeft dat pistool omgedraaid en die heeft mijn opa een hengst op zijn hars. En toen is mijn opa zo schitterend neergevallen. Dat de volgende dag in de krant stond, aan het ontbijt hij met zijn hoofd in het verband. Van Broekhuizen benadert het beroepstoneel. En daar was hij zelf. Zijn hele leven heel groos. Hey, dat is ook zo leuk. Ben, mag het licht eens aan, want hoe zien ze eruit in Rijswijk? Want die gaan naar de pauze. Oh, wat zien ze er leuk uit allemaal. Wat gezellig. Nee, want we gaan naar de pauze. Maar dan is er op tv altijd een reclameblokje. Dat wil ik graag ook hier invoeren. Dus we gaan even reclames halen. Dat weten we. En dan hebben we ook in de gaten dat we dan... na de pauze dat je weer mee moet gaan doen, hè? Want je dacht toch niet dat ik de hele middag in mijn eentje kon doen. Oké, herkent u deze al? Dat mag goed. Ik hou wel lekker anders, lekker Frits. Ik hou wel bruin, ik hou wel wit.